het begon allemaal met een verwaarloosd stukje groen. Mm-hmm. Waarvan de gemeente zei dat het onderhoud was overigens. Die noemde dat ecologisch beheer. We hebben dat al snel omgedoopt tot economisch beheer. Mm-hmm. Eén klap maar. We hoorden dat Waternet en Liander hier de boel ging renoveren op het gemaal. En ja, dat was voor ons eigenlijk de aanleiding om te kijken hoe kunnen we van die wildernis naar zijn prijs trekken. Als je inderdaad in het begin een heleboel belemmeringen oproept of een heleboel zorgen uitspreekt over is dat kan het wel, kan, ja, dan sla je elk initiatief dood. Dus dat wil je ook niet. Aan de andere kant moet het wel haalbaar zijn, moet het financieel haalbaar zijn en moet je ook kunnen garanderen dat het schoon blijft en heel blijft. Ja. Dus een beetje een apart verhaal van Right to Challenge, want de challenge, de uitdaging hier was overheid, jullie beheren deze hoek niet. Gaan jullie daar wat aan doen? Dan kan je als overheid niet meteen zeggen, ja, gaan jullie het maar zelf beheer nemen. Dat eerst het beheer op je nemen, waarna je eventueel dat beheer kunt overdragen aan de bewoners. Wie doet dan het beheer? Dan moet worden schoongemaakt, er komen waarschijnlijk prullenbakken die moeten worden geleverd. Ja, onkruid tussen de tegels. Het idee is achter dit initiatief dat in zelfbeheer gaat, dus dat bewoners dat zullen gaan oppakken. Ja, dat moet dan ook worden geborgd, hè, voor de langere termijn. Hè. Blijven bewoners doen dat misschien de eerste keer, de eerste jaar, misschien de eerste 2 jaar. Maar is dat ook duurzaam? Doen ze dat ook al die jaren daarna? En dus uiteindelijk denk ik dat wij zelf ook in onze eigen begroting dan rekening moeten houden met extra beheerkosten. Ja, doordat je de bewoners aan het woord laat en vraagt wat zij hier zouden willen, in plaats van wat de gemeente gaat bedenken wat de bewoner zou willen in hun ogen. Krijg je sowieso een ander ontwerp. Ze hebben gewerkt aan het bekendmaken van een initiatief. En op een gegeven moment ook bij de bestuurders in het stadsdeel. Uiteindelijk hebben we besloten, nou, we gaan gewoon kijken of we het kunnen realiseren. Als gemeente heb je het natuurlijk makkelijker als je gewoon vanaf je bureau een tekening kan maken en de boel door gaat rekenen en kijkt of het budget er is. Vraagt ook een andere manier van benaderen, hè? Een andere manier van out-of-the-box denken, nieuwe initiatieven ook omarmen en niet alleen maar belemmeringen oproepen. Dat is wel een cultuurverandering binnen de uitvoering. Burgers kunnen heel veel zelf, maar als ze het zelf zouden kunnen, dan hadden ze het al lang gedaan. Dus je hebt altijd nog wel een zetje of een steuntje nodig van de gemeente of iemand die bij de gemeente iemand anders kent die je kan helpen. Ja, precies. Ik kan me voorstellen dat dat voor de initiatiefnemers best inderdaad een langdurig traject was. Wat niet altijd even makkelijk was, want dan moesten ze in gesprek met die en dan weer in gesprek met die. En ik heb zoveel mogelijk geprobeerd om daar een balans in te vinden. Wat het ook vraagt is een financiële flexibiliteit. Dus in het begroten van hoeveel van die initiatieven komen zo al zo meteen op ons af. En hoe ga je dat financieren? En dat is nog best wel een probleem als je vastzit aan een jaarlijkse moment van indieningen voor begrotingen. In dit geval zijn we ook afgeweken van de norm. Want normaal wordt zoiets anders niet aangepakt zonder dat er al mensen zijn die het kunnen mede of zelf beheren. Dus in dat geval hebben we al een sprong genomen. Ja.